maakt. Daarvoor heb je nodig het oliemasseraat wat we in de vorige video's hebben gemaakt. En ook het masseraat met gedestilleerd water. Heb je die vorige video's gemist? Kijk dan eventjes in de playlist van mijn YouTube kanaal Plantenliefde. En daarin vind je dan de playlist kruidenmiddelen maken. En daarin vind je dan alle video's die hieraan vooraf gingen. Goed, nou, hoe gaan we dat dan doen? Een crème maken van goudsbloemen. Nou ja, dit is ons prachtige goudgele oliemasseraat wat we hebben gemaakt in de vorige video's. Dat gaan we gebruiken. Dan is dit ons masseraat met gedestilleerd water van de lintbloemen. Dat gaan we gebruiken. Dan voor de rest heb je nog nodig 5 gram bijenwas. Dan heb je nodig een soort au bain marie opstelling. Ik doe het al op deze manier. Een pannetje met heet water, kokend water en daarop een emaille schaal. Dan heb je ook nog nodig 2 gesteriliseerde potjes om dan de crème in te doen. Een lepeltje is ook handig om de crème uit de schaal in de potjes te doen. Dan voor de rest heb je een maatdingetje nodig. En je hebt ook een klopper nodig, een garde nodig. En ook een handdoek. Goed, nou als eerste gaan we de olie afmeten. Om deze crème te maken heb je 50 ml olie nodig. Dus onze mooie goudgele oliemasseraat, 50 ml. Dus we gaan nu 50 ml afmeten en gaan we in de emaille schaal doen. Zo. Dan gaan we daarin onze bijenwas oplossen. Dus we gaan de bijenwas erbij doen. 5 gram bijenwas. Zo. En dat gaan we dus oplossen in de olie. Dat doe je al roerend, doe je dat oplossen. Totdat alle bijenwas in de olie is opgelost. Nu is alle bijenwas in de olie opgelost. En dan gaan we het moeilijkste stuk doen van het maken van crème. Omdat nu moet het natuurlijk een homogene crème worden. Dan leg je de handdoek neer, zo. Dan pak je met een pannenlap pak je de emaille schaal van de warmtebron. Het gaat enorm stomen. Zo. Dan maak je de onderkant van de pan een beetje droog. Zo. En dan nu gaan we ons gedestilleerde water erin doen. In een dun straaltje. En tijdens dat we dat erin doen, moeten we gaan roeren. Want dan wordt het uiteindelijk een homogene crème. Dus het is 25 ml masseraat van gedestilleerd water. En goed blijven roeren, want het gaat stollen. Door de kou van het gedestilleerd water gaat het stollen. Dus we moeten blijven roeren, Nou, dan kan je ervoor kiezen om het nu even van de handdoek af te halen, omdat misschien de ondergrond wat kouder is. Dan kan het wat zwellen gaan. Nou, dit is dus topsport. Het maken van een crème is echt topsport. Nou, je ziet al dat het wat dikker wordt. Het zal steeds dikker worden en dikker worden. Nou, het heeft een prachtige gele kleur.
onze prachtige goudbloemen. Zo, en dan hebben we een prachtige goudgele geneeskrachtige crème van goudbloem. En dan scheppen we dat in de potjes. Gevuld. Nou, dan zie je dat de randjes een beetje vies zijn. Dus dan pak je een keukendoek, een stukje keukenpapier en dan veeg je zo even de randjes nog mooi schoon. Zo. En dit laat je nu zo afkoelen. Helemaal goed afkoelen voordat je de deksel draait. Want als je het te warm in het potje laat en dan de deksel al erop doet, dan is de kans aanwezig dat het gaat schimmelen. Dus zonder deksel goed laten afkoelen. Dit was de video over het maken van een geneeskrachtig crème van goudbloem. In de volgende video gaan we een tinctuur maken van goudbloem. Deze tinctuur kan je bijvoorbeeld ook gebruiken in plaats van gedestilleerd water of als jodium. Wil je geen enkele video missen? Abonneer dan op mijn YouTube-kanaal Plantenliefde. Hele fijne dag vandaag en tot de volgende video. Doei!